You. Hallo. Voordat we echt in de opname gaan, hoe is het met u? Goed. Nee, ik kan wel goed. Ik weet niet hoe dat bij jullie was, maar bij ons op school was het altijd van: oh, als je echt een goeie werk hebt voor je afstudeerproject, moet je misschien proberen je eerste boek te maken. Maar ik denk dat jij de enige persoon bent die ik persoonlijk ken die wel degelijk die stappen heeft gezet. Of waarbij het is gelukt om die beelden om te zetten naar een boek dat nu wereldwijd rondgaat. Je hebt stage gedaan bij Void, toch? Wetende van dat je dan een interessante publisher vond. Hoe was dan eigenlijk de opbouw van, oké, ik ga daar stage lopen, naar er is een gesprek van, misschien kan ik mijn werk uitgeven via die publisher? En hoe is het eigenlijk om je eerste boek zo gepublished te krijgen? Want als je een show doet, doe je alles zelf van begin tot einde, tot aan de afwerking van de kaders en zo. Hoe was dat om dat deels ook uit handen te geven en te vertrouwen op wat dat zij konden doen? Plots zie je dat weg, he. Dat was echt sketch. Dat vond ik eng. Oké, ik ben naar Void gegaan voor mijn stage, allez, met school. Ik had niet gedacht van, ik ga er nu een boek mee uitgeven. Ik wou vooral weten, hoe kan ik een boek uitgeven? Dat was mijn eerste gedacht. En denk zo, halverwege die stage, zijn ze bij een vraag van, maak ik zelf werk? En dan heb ik zo, denk 12 beelden getoond aan hen. En ze vonden dat ik vrij goed. Maar ze waren ook sceptisch van, hoezo heb je dan maar 12 beelden? En dan moest ik denk ik iets in de kelder doen, of moest iets van halen van boeken veronder. En dan stond mijn laptop nog boven en hebben ze denk ik 3/4 van mijn Lightroom library afgeprint. En dan ja, zijn ze van, ah, was dat allemaal? En ik zo, oh shit, what the fuck? Wat doe je? Maar dan zijn we beginnen wekelijks ja, feedbackmomenten te creëren, omdat ze dat zijn van, ja, er is zoveel werk, wil je niet een keer kijken wat we ermee kunnen doen? Of zo, kijken voor je master, met een beeld dat je kunt tonen of zo. En dan was er nog niet van sprake van een boek of zo. Maar we waren wel begonnen met beelden te selecteren en sequenties aan de muur te maken. En Mirto, een van de twee van de uitgevers, was ook wel mega goed in. En zo, ze hadden een startpunt gemaakt en ze hadden een eindpunt gemaakt. En dan gewoon alles tussenin beginnen opvullen en kijken wat er werkte en wat niet. En dan op het einde van mijn stage moest ik zo al de papieren tekenen voor de dagen dat ik gewerkt had daar, voor het zo te kunnen bewijzen van ja, die dagen dat ik gewerkt. En de laatste pagina's waren zo het contract of zo, een aankondiging van ja, we gaan een boek doen samen. En dan heb ik natuurlijk wel ja gezegd. En eigenlijk is alles vrij goed verlopen. En Chance had, ik kan niet vertrouwen met het idee van ik kan een boek gaan uitgeven en dat is mijn reden voor mijn stage. Dus ja, veel Chance had eigenlijk. Ja. Hoe is die titel gekomen? Want ik vind wel dat uw boek niet echt binnen de norm van titels valt. Ja, Allee, is waar. norm, er is niet echt een norm. Maar je weet hoe dat de meeste boeken vandaag de dag uitkomen. Ja. En dat is meestal één woord of een caption True. van iets. Of Ja, ik wou ook geen hoe. lange titel. Dat was het eerste dat ik zei, ik wil geen lange titel. Ik wou zo 3 woorden of zo, of we zijn een halve zin, maar. En Wel. ben dan zelf afgekomen met die zin. Uiteindelijk, ik dacht mezelf aan dan. Wel, het komt uit een boek van Raymond Carver, maar hij heeft een gedicht geschreven over die zin, zeg maar, van Flaubert. Dus eigenlijk is het, ik hou van inspiratie. Dus weet dat, het feit dat hij hem geïnspireerd is geweest door die zin van Flaubert en zijn gedicht ervan gemaakt heeft, en dan ik opnieuw geïnspireerd door dat gedicht, vind ik wel vrij cool. Dus ik hou van referenties en ik hou van die ding. En ja, de titel zelf is ook echt een vrij goed excuus om niet goed te weten wat je wil zeggen over je eigen werk, denk ik. Soms is het wel moeilijk om uit te leggen wat je voelt. Allee, moest ik de woorden hebben om mijn werk uit te leggen, zou ik niet fotograferen, dan zou ik waarschijnlijk gewoon schrijven, weet je wel. Ja, ik vind dat een titel veel open laat en ook een goede uitleg is voor. Soms voel je iets bij een bepaald beeld, of heb je het vocabulaire niet om het uit te leggen wat je voelt. En dan zoek je maar het dichtste woord dat erbij ligt, of het dichtste gevoel dat erbij ligt. Dus ja. Er is iets dat jij hebt vermeld tijdens onze wandeling, toen ik bij u was om de foto's te maken, dat mij is bijgebleven. Je denkt sequentieel zoals boeken maken, heb jij gezegd. Dus als je foto's maakt, dat je nadenkt van hoe zou dat op een blad komen of hoe zou dat sequentieel kunnen werken. En ik vond dat een heel interessante uitspraak, vooral met je werk, omdat ik vind dat dat heel erg contrasteert met hoe ik je werk lees. En ik vraag mij af of dat het feit dat jij ook kadermaker bent en dus ook enkele werken vaak letterlijk inkadert en afbakent, Ja.
hoe dat je er dan tegenover staat, tegenover naar je eigen werk kijken. Die ene zin van, ja, ik denk sequentieel in boekvorm. Ja, dat is waar. Kun je een beetje toelichten hoe dat werkt met je beelden voor u? Nu, het zo zegt ook, denk dat ik op het moment dat ik fotografeer, dat beeld apart kan zien, dan niet van. Maar de seconde erna denk ik van, misschien past dat naar stadbeeld. Of denk dat momentopname is echt wel dat ene beeld. Maar dan achteraf gaat instant in zo de vraag van, bij welk volgende beeld gaat dat passen? Of past in dat groter thema? En kan ik ermee spelen of zo? Ik weet het niet zo goed. Sowieso denk ik naar boekvorm gericht. Ik denk dat boekvorm zo'n beetje het eindproduct is voor mij. Allee, de werken aan de muur ook, hè. Maar hoe dat ik mijn werk zie, heeft ook zo de ik ging zeggen minder goede beelden, maar zo de, zeg dat ik in skaten, zo op de B-side, heb dat nodig soms om andere beelden op te leggen. En daarom denk ik vooral een boekvorm. Aan de muur heb je soms meer moeite om verhaal volledig te laten kloppen. Ja. Ik vond het gewoon interessant en ik denk dat dat ook een van de redenen is waarom dat wij vaak gesprekken kunnen voeren en ook omdat wij zo goed overeenkomen, is onze gedeelde liefde voor geprint materiaal en voor dat sequentiële. Ik vond dat heel fijn toen wij bij u thuis aan het kijken waren naar die boeken en zo onze pro's en cons over boeken. Hoe dat ik uw werk zou beschrijven, en ik heb een paar kernwoorden opgeschreven, want ik vond dat, ik heb erover liggen nadenken en ik vond het sowieso wel moeilijk om dat te beschrijven, gewoon omdat dat zo'n bepaalde sfeer heeft. Maar hoe dat ik je werk zou beschrijven, is dat het bijna... Het toont niet aan wie of waar je bent. Echt niet. Het geeft zo'n onbekende mee, vind ik. Maar het geeft een soort gevoel alsof het flarden van herinneringen zijn voor mij. Flarden van herinneringen die een bepaalde nuance geven van hoe dat je blik zich vormt in je omgeving. En je bent echt een beeldenzoeker en een beeldenverzamelaar. Je brengt zoveel elementen samen van boeken dat je hebt gelezen, waardoor je dan bent van, wow, dat doet mij denken aan dit beeld, ik wil dat nog gaan maken, of ik heb dat gemaakt. En dan, inderdaad, wat je zegt, die referenties waar je zo hard van houdt, vormen volledig hoe dat eigenlijk je beeldtaal flarden van herinneringen weergeeft, zonder context te geven. Dus dat zijn bijna voor mij, niet op een slechte manier bedoeld, zijn bijna lege kaders waarin mensen hun eigen projectie kunnen doen. En ik vind dat juist zo interessant aan uw werk. Nee, ik snap wat je bedoelt. Ik snap echt wat je bedoelt. Ik vind het eigenlijk een goede omschrijving, ja. Er is geen referentie naar waar of wanneer of wie, maar het is juist wel heel persoonlijk, vind ik. Ik ben content om het te horen ook, want ik wil sowieso geen tijd en plaats tonen in mijn werk. Omdat ik wil ook niet dat het voelt of dat het in de toekomst is of in het verleden, maar ja, ik vind dat vrij goed dat je dat dan ook kan lezen in mijn werk, want soms is dat moeilijk om te weten of de mensen het ook echt zo lezen. Wilt jij een vraag aan mij stellen? Heb jij een vraag voor mij? Het zijn sowieso veel dingen dat ik is dat het juiste woord in het Nederlands? Admirabel vind aan u. Ik weet niet, je doet echt veel voor je foto's. En ook al waar jij stopt met die video's en stuff, dat vind ik allemaal vrij cool. Maar ik weet niet of dat per se een vraag is. Dat is geen vraag eigenlijk. Eigenlijk is het gewoon even zijn van, ja. Je bent gewoon aan het opgevallen. Het is een andere manier van werken sowieso. Oké, jij stuurt je bankrekeningnummer, dan voor de complimenten. Ik zal je wat geld sturen, dat is goed. Dank u. 04, nee.